En over die hervorming van de Senaat spreek ik nog even verder in de studio met de voorzitter van de Senaat, Sabine de Bethune uit Kortrijk. Welkom. Goedendag. Ja, het is een hervorming. Er is lange tijd gezegd dat de Senaat zou afgeschaft worden. Dat gebeurt niet. Het zou een besparing moeten zijn, maar is dat nu toch een besparing als die toch blijft bestaan? De Senaat wordt serieus hervormd. Het is een besparing. Ten eerste gaat ons land 40 parlementsleden minder tellen, 40 senatoren minder. Dus dat is echt wel een kentering. Mm-hmm. Ten tweede wordt er bespaard politiek op de financiering, omdat de fracties binnen de Senaat, de financiering van die fracties, die wordt drastisch ingeperkt. En ten derde, er is een wervingstop uitgesproken in de Senaat, twee jaar geleden, en geleidelijk aan zal het aantal ambtenaren in de Senaat verminderen. En dat wordt een besparing op termijn. Maar welke rol zal de Senaat dan nog hebben? De Senaat krijgt een totaal nieuwe rol, een noodzakelijke rol in een federaal land, een positief confederalisme. De Senaat wordt de plaats waar de deelstaatparlementen samenwerken, een ontmoetingsplaats. En anderzijds, heel belangrijk, de plaats, we geven meer macht aan de deelstaten via de Senaat. Ze zullen kunnen meebeslissen over de grondrechten van de mensen in dit land en over de manier waarop de macht wordt verdeeld. Dus wat de bevoegdheid van de deelstaten wordt en van het federaal. En dit is toch wel veel meer gewicht geven aan de deelstaten, dankzij hun rol in de Senaat. Ja, maar die senatoren bijvoorbeeld worden niet meer rechtstreeks verkozen. Vroeger was dat heel vaak een clash tussen de grote, zeg maar. Wat moet daar nu mee gebeuren? Op welke lijst moeten zij dan gaan staan? Ik denk dat de kopvrouwen en kopmannen van de partijen zullen op de Kamer staan, op de Kamerlijsten staan, op het Vlaams parlement. Die zullen nu op voet van gelijkheid staan en de Vlaamse lijst wordt minstens even belangrijk als de Kamer. Mm-hmm. De Senaat zal niet meer bestaan uit rechtstreeks verkozen senatoren, maar uit afgevaardigden van de deelstaatparlementen. Ja, maar dus ze zullen zich niet meer kunnen meten, zeg maar, op Vlaams niveau. Want dat we hebben soms geen nationale kiesomschrijving meer. Mm-hmm. De belangrijkste lijst geografisch wordt de Europese lijst. Maar dat is toch een ander beleidsniveau, een ander bestuursniveau. Ja, u bent voorzitter van de Senaat. Wat betekent dat dan heel concreet voor u, die verandering? Maar ten eerste heb ik aan deze hervorming dag en nacht gewerkt. In de commissie grondwetsherziening, in de plenaire, maar ook in de wandelgangen van de Senaat om de hervorming intern voor te bereiden. Dus ik heb na jaren in de Senaat geprobeerd om dit een beetje met hart en ziel te doen. Ja. En anderzijds wordt het zeker een beweging in mijn loopbaan. Maar ik hoop dat ik na de verkiezingen opnieuw naar de Senaat kan gaan. En dan en opnieuw als voorzitter? Dat is een ander verhaal. Daar beslissen de politieke partijen over. Als er een meerderheid wordt onderhandeld na de verkiezingen. Ja. We gaan om de verkiezingen te winnen. Daar gaan we voor met CD&V. Maar u zou kandidaat zijn toch? Maar ik ben zeker kandidaat om mee te doen aan de verkiezingen, uiteraard. Als het kan aan de Vlaamse verkiezingen, op een Vlaamse lijst, zo kan ik ook mijn werk in de Senaat voor een stuk verder zetten en die ervaring te gelden maken. Ja, is er al een plaats bekend? Mijn partij en de CD&V beslist daarover. Dat wordt nu onderhandeld. Dat is nog een beetje vroeg. Maar collega's en partijvoorzitter weten dat ik heel graag meedoe en dat ik ter beschikking sta van de partij, maar deze job binnen de Senaat, voor CD&V graag zou verder zetten. Oké, dat is een orde, duidelijke taal. Bedankt voor de komst alvast. Dank je wel.